Welkom bij Brainpickings, de podcast voor HR professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zichzag HR. En met Zichzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast kanaal. Ik ben vandaag in Plein Publiek in Antwerpen voor de opname van Zichzag HR Live, de Barbecue Edition. In deze podcast met een live publiek van HR Professionals kruip ik in het hoofd van drie Employer Branding Experten tegelijkertijd. Um, en ik ga met jou starten, Olivia, omdat je het dichtst bij mij staat. Um, elk jaar onderzoeken jullie de aantrekkelijkheid van de grootste werkgevers uh, in ons land. Zestien drivers of criteria van een Employer Brand worden daarin bevraagd. Ik was van plan om te zeggen, soms is op in de juiste volgorde, ik ga het u niet aandoen. Maar het is misschien wel zinvol om er toch een aantal uit te lichten die voor u opvallen of die elke keer terugkeren. Zeker omdat ja, volgend jaar zal het de 25ste keer zijn dat jullie toen, dus daar zit al heel veel kennis in. Dus vertel, wat valt u op doorheen al die jaren als het gaat over de drivers? Ja, de drivers zijn dus de criteria waar wij talenten gaan op bevragen van waarom zij een werkgever. Kiezen ja dan nee in de, eerste, in de eerste plaats. En nadien gaan we er ook tien uitpikken elk jaar, die ze dan op de bedrijven zelf mogen waarderen. Uh, er zijn er zestien, ik ga ze niet helemaal afgaan, maar er zijn er een aantal die inderdaad elk jaar terugkomen. En in bepaalde periodes gaan we een aantal andere drivers meenemen, uh, omdat die door de tendens of door de situatie op de arbeidsmarkt of de reali economische realiteit belangrijk zijn. Zoals tijdens COVID uh, is telewerk plotseling een paar jaar natuurlijk meegenomen om te zien van hoe staan de mensen daar tegenover. Uh, ja, de belangrijkste, ja, dat is de top 5 die elke keer terugkomt, of de top 3 die toch altijd terugkomt, ja, loon. We hebben het daar straks heel lang over loon gehad. Ja, loon blijft gewoon de absolute driver. Het is ook gezegd, hè, we, gaan, we gaan werken voor onze boterham. Mm -hmm. uh, dat klopt ook, dat de mensen dat heel belangrijk vinden. En dan in de brede zin, hè, loon en arbeidsvoorwaarden, tot de uh, totaalgegeven, uh, is altijd een belangrijke. En dan zie je dat dat... Gepaard gaat met een aantal, als ik een beetje mazzelofachtig mag praten, uh, dat zijn die genische factoren die belangrijk zijn voor iemand uh, als ze gaan werken. Uh, wat wij zien in de laatste tendens is dat ook de intellectuele en de emotionele factoren van een menselijke ontplooiing dat die steeds meer naar voren komen. Mm -hmm. Dus die waren er vroeger ook, maar we zien zo'n beetje verschuiving van uh, elementen. Uh, die steeds belangrijker worden. Uh, Work-life work balance of zoals wij het graag zeggen, work-in-life balance, hè, want het leven wordt belangrijker en het werk maakt er onderdeel van uit. Hè. Vroeger jaren 80, 90 was het totaal anders. De mm. arbeidsmarkt was anders. Dan was werk belangrijk en dan gingen we er rond leven. De situatie maakt door de ontwikkeling en door de schaarste op dat het merkt dat dat anders wordt, dat betekent ook dat de mensen daar keuzes in kunnen gaan maken. Dus dat betekent dat ze dat ook belangrijker gaan vinden. Dus dat zien we, dat er steeds meer elementen terugkomen. Die is enorm gestegen, waar ik een laagbel in sta op twee. Um, dan heb je nog altijd werksfeer, ook weer zoiets, heel emotioneel. Ja. Uh, dan heb je werkzekerheid, blijft, maar het is een hele bijzonder voor ons, want werkzekerheid was vroeger eentje zoals als het nu moeilijker werd op de arbeidsmarkt. Uh, de situatie is moeilijker, er zijn crisis, het was zeer conjunctuurgevoelig. Uh, als het goed ging, dan was het loon. Als het slecht ging, dan was het werkzekerheid. Nu zien we werkzekerheid blijft gewoon zakken. Schaarste op de arbeidsmarkt. Mensen mm -hmm. weten, er is wel ergens anders nog iets te vinden. Het wordt dan ook ingelepeld. Uh, dus dat maakt dat je dat ziet wegzakken. Um, dan heb je andere elementen die ook altijd terugkomen: um, uh, doorgroeimogelijkheden, opleidingen, uh, het merk zelf, kwaliteit van de producten, technologie en zo verder, Maar die zitten allemaal beneden. Ja. Yeah. He, dus er zit zowel iets dat een realiteit is. Wat we ook zien, is dat. Uh, of dat we nu over de generaties heen gaan kijken, mm -hmm. er zijn een aantal elementen die altijd terugkomen. Ja. Uh, of dat wij nu spreken, er wordt ook soms gezegd: de Gen Z zit er anders in. Uh, Op let top... van, Gen Z is er zeer sterk vertegenwoordigd. Ja, ja, dat ja maar dat is ook zo. Maar hun, ver... maar hun verwachtingen zijn eigenlijk vrij gelijk. Er gaan ja. een aantal bouwstenen zijn die meer gewaardeerd worden, maar de top 5, loon. Werksfeer, uh, work-life balance, werkzekerheid, mm -hmm. uh, die zijn eigenlijk vrij gelijk. De grootste verrassing dit jaar is gelijkheid, gelijke kansen, equity. Yeah. Die is plotseling op nummer 5 gekomen. Want vroeger noemden jullie dat anders. Uh, heeft dat daar iets mee te maken? Dat heeft daar 100% mee te maken. Uh, wij hebben ook geleerd dat semantiek een belangrijk gegeven is van hoe stel je de vraag. Ja. Um, want vroeger was het inderdaad diversity en inclusion, diversiteit en inclusie. Dat was de verf van mijn bedshow. Want diversiteit en inclusie was voornamelijk voor de andere mensen. We hebben dat veranderd in gelijke kansen. Dat zegt eigenlijk hetzelfde. Mm -hmm. Maar dan wordt het plotseling heel persoonlijk. En van de dertiende plaats, hup naar de vijfde. Naar ja, de vijfde plaats. Dus dat is wel een uh, tendens. Duurzaamheid, waar zit dat? Want daar hechten bedrijven toch ook een beetje onder druk van regelgeving. Maar toekomstbelang aan, vinden, vinden kandidaten en werknemers dat belangrijk? Um, ze vinden alles belangrijk. Mm. Ze vinden veel belangrijk. Want dat zien we ook als een van de tendensen. Voordat ik over duurzaamheid begin. Um, we zien dat. Door het feit dat er schaarste is op de arbeidsmarkt en dat talenten, wij noemen het de war for talent is over talent has won, mm -hmm. dat is een van mijn favoriete statements, um, dat talenten goed beseffen dat zij de keuzes hebben, ze worden dus ook kritischer. Als wij 24 jaar studie bekijken, dan zagen wij vroeger drie, vier elementen dat ze kozen, dat ze zeggen Want dat is belangrijk voor mij, vandaag de dag zitten ze net onder de acht gemiddeld. Mm. Dus ze worden veel eisender. Yeah. Um, dus dat betekent, ze zijn wel allemaal belangrijk. Alleen duurzaamheid zit niet in de top 8. Nee. Um, alle bedrijven zijn daar enorm mee bezig, zetten daarop in. Fantastisch. Maar het is geen een positieve differentiator. Het is één: als je het niet doet, ga je erop afgestraft worden. Mm -hmm. Maar wat en hoe dat je ermee bezig bent, in C is dat niet de eerste keuze. Het is wel eentje die belangrijk wordt als ze al bij jullie werken. Ja. Oké. Okay. Nu Employer branding, hè, de werkgeversbelofte, heeft een impact op elke fase doorheen die talent lifecycle. Wat je belooft. De drivers die je eigenlijk claimt, hè? die moeten medewerkers en kandidaten doorheen dat, dat proces gaan, gaan voelen. Hoe, hoe, hoe geef je dat dan best vorm? Hoe krijgt dat dan best vorm? Um, wat ik leuk vond, is dat het al in het begin ook gezegd geweest is: ja, het, is, het, is het is iets strategisch. Hè? Ja. Het is niet zomaar dat je gewoon erbij pakt. Um, uh, het is ook niet zomaar een, een andere boetade. Recruitment marketing is the way to invite somebody on a date. Mm -hmm. Employer branding is the reason why somebody says yes. Ja, okay. Dus dat gaat effectief over de identiteit van je organisatie, over de DNA van je organisatie. Uh, dus dat is een strategische oefening voor de directie. Dit is eigenlijk een vertaling, je bent een organisatie. Je bent een organisatie, je, gaat, je hebt een missie, je hebt daar een visie over hoe dat je dat wilt tewerkstelligen en je gaat dat vertalen in een strategie. Je gaat het straks zelf zeggen, maar ik ga het zelf al zeggen, hè, want ik weet dat het in de vraagstelling zat. Had dat um, verdekken? Mijn stoelen en mijn smoelen. Ja. In C ga je eigenlijk je strategie gaan vertalen in een HR-strategie. En ik maak dat altijd heel plastisch. Uiteindelijk ga ik beslissen hoeveel stoelen en welke stoelen ga ik in mijn organisatie gebruiken om mijn missie en mijn strategie te voldoen. Dat zijn mijn stoelen. En ik heb daar smoelen voor nodig om daar op die stoelen te zitten. Dat zijn mijn talenten, dat zijn mijn mensen. Dus ja, eigenlijk moet de directie moet dat gaan uittekenen. Die moeten gaan uittekenen van één, wat is mijn strategie, wat is mijn, wat is mijn stoelen, wat zijn mijn smoelen. En die gaan daar dan een belofte aan doen. Mm -hmm. Ja, die belofte heeft natuurlijk een impact dan op de hele HR-strategie, namelijk het sourcen, het werven, het onborden, het werken, het ofboorden of het laten. Dus op elk moment moet je zorgen dat je die belofte die je gemaakt hebt, dat die mm -hmm. ook waar is, want dit gaat je strategie gaan ondersteunen. Die gaat ervoor zorgen dat je die doelstellingen die jullie gezet hebben, effectief ook gaan bereiken. Ja, ja en als je dan zegt dat dat zo strategisch, hè, zo belangrijk is. Ja, waar moet het dan zitten in de organisatie? Want ey, vorig jaar waren we met zichzelf het jaar ook naar de World Employer Branding. Day. Jullie gaan mee hè. dit jaar. Die vraag gaat daar ongetwijfeld weer op tafel gelegd worden. En in het begin had ik zoiets van dat, dat doet er eigenlijk toch niet toe. Maar misschien doet het er wel heel erg toe als het zo'n strategisch verhaal is. Um, ik vind dat ook een moeilijke vraag. Mm -hmm. Uh, ik, ik hoorde straks maturiteit van een, uh, een loonsysteem in bedrijven. Wel, ik spreek graag over de maturiteit van mm. HR binnen bedrijven. Um, afhankelijk van, als het voor mij ligt, eigenlijk moet dat dan op de board table zitten. Namelijk, iedereen is daarmee bezig. Wie moet daar in de lead voor zijn, HR? Wie moet erbij betrokken zijn? Marketing, communicatie, mm -hmm. operations. Iedereen moet daarbij betrokken zijn, omdat het net een strategisch uh, uh, element is. En net omdat iedereen. Ik hoorde ambassadeurs, hè, dat daar straks ook het woord ambassadeur. Eigenlijk iedereen binnen je organisatie, van boven tot onder, van links naar rechts, iedereen is ambassadeur. Mm -hmm. Want als je een belofte uitgesproken hebt, dan wil je dat iedereen die gaat herkennen, in de hoop dat ze dat toch herkennen als je het zegt als bedrijf, van ah ja, dat is zo, dat ze het ook gaan erkennen, van dat is waar, mm -hmm. hoop ik. En dat ze het op een positieve manier gaan beleven. Dus als die niet duidelijk is, transparant, authentiek is en als dat niet van op boven uitgeschreven is. Gedragen wordt en geleid wordt door HR en meegenomen wordt door alle anderen. Ja, dan gaat er nooit geraakt. Mm -hmm. Dus voor mij is de afhankelijk van de maturiteit waar dat het staat, hè, want soms is HR onder een financiële afdeling, mm -hmm. dan wordt het al moeilijk om dat op de hoofdtafel te krijgen. Maar het is eigenlijk een Le het is eigenlijk een directieverhaal met HR in de lead. lead. Oké, okay, dat is een duidelijk antwoord. Ik wil misschien nog als laatste vraag voordat ik naar, naar Jonas doorschakel. Uh, je zegt dat het is het hart van het bedrijf, employer branding. Uh, dus een sterk werkgeversmerk is dan eigenlijk aan een USP. Kunt je het dan ook zo ruim stellen dat het eigenlijk een concurrentieel voordeel zou worden? Ja, waarom? Leg je uit? Ik zou zelf de zou weglaten, okay. het is een concurrentieel voordeel. Um, uiteindelijk ga je een strategie, ik ben er weer met mijn strategie, mijn missie, mijn visie, ik vertaal die. Op zich gaat je ervoor doen dat je een excellent, excellent execution hebt van je strategie, om dan eigenlijk te komen dat je client satisfaction hebt en eigenlijk voor de meesten onder ons dat er dan ook centen uitkomen. Dat is mm -hmm. de doelstelling. Okay. Ja, Dat kan je alleen maar doen met je talent, want wie gaat dat voor u uitvoeren? Dat zijn uw talenten, dat zijn uw mensen. Dus daarop inzetten zorgt ervoor dat je excellent execution nog beter is, dat je productiviteit hoger is en dat je engagement groter is. Het is allemaal gemakkelijk gezegd. Dat betekent dat je een grotere client satisfaction gaat hebben en dat je betere inkomsten gaat hebben. Mm -hmm. Beter EBITDA dan whatever, hè, dat dat beter gaat zijn. Uw client satisfaction is de doelstelling van iedereen. Wie gaat daar het verschil in maken? Of dat dat nu in productie is, of dat dat nu in de hoofdzetel is, of dat dat nu in sales is. Het zijn nu mensen die het verschil gaan maken. Dus op het moment dat je employer branding er zo voor zorgt dat je dat engagement hebt, dat je die connectie hebt, ja, dan, dan ben je er. Hè? Want dat betekent dat ook gewoon je algemene doelstellingen ook veel beter gaan uitkomen en dat je betere resultaten gaan leiden. Oké, okay. dat is een, een heel duidelijk standpunt. Ik ga afsluiten, ik heb nog twee vragen voorbereid die ik eigenlijk aan jullie allemaal, uh, allemaal aan jullie drie, uh, wil stellen. Ik ga ze samen stellen. In welke mate heb je employer branding doorheen de jaren zien evolueren? Globaal, hoe matuur zijn globaal organisaties in ons land uh, daarin? Zie je daar koplopers? Dus dat, evolutie. En ten tweede. Er zitten er nu een aantal mensen in de zaal. We gaan dat ook als podcast, eh, we zijn het ook als podcast aan het uitzenden. Welke ultieme boodschap wilt je graag meegeven als het gaat over employer branding? Dus dezelfde vraag voor jullie, alle drie. Uh, ik denk dat ja, de evolutie is enorm is. Ik denk dat het inderdaad van recruitment marketing naar echt employer branding gegaan is. En daar effectief bezig zijn, zowel met de DA, de identiteit als het imago, het geheel. En dat een meer en meer een strategisch verhaal aan het worden is, ook uit noodzaak. Uh -huh. Uh, dus ik, kijk, ik volg helemaal, we zijn weg aan het gaan van puur recruitment marketing uh, strategieën uh, en zelf gewoon campagnes naar, naar een rec recruitment marketing strategie, naar effectief gewoon van oké, okay, wie zijn we? Uh, dat betekent ook dat het heel simpel is, wat dat waar ga je het verschil maken door te doen wat je elke dag doet als bedrijf? Uh, dat is in, in, sense, in essentie zo simpel als dat is en dat betekent ja, dat, daar, ja, dat je daar toch wel een evolutie in ziet. Uh, mm -hmm. En een takeaway is eigenlijk ABC. Mm -hmm. Heel simpel. Je moet ambitieus zijn in wat je doet. Ambitieus zijn in het luisteren naar, in het vastklikken van die boodschap, van die belofte die je maakt. Je Mocht er ambitieus in zijn. En de B is voor balans. Mm -hmm. Dat moet in balans zijn. En ik vind toch dat we daar ook rekening mee moeten houden is van waar dat het bedrijf voor staat, wat dat het bedrijf wilt, wat dat de strategie is. En dan te gaan luisteren van hoe wordt het erkend. Herkend en beleefd door de medewerkers. Dat is in balans. Je mag de slinger nooit van de ene kant naar de andere kant. Het moet echt in balans zijn. En het woord dat heel veel gekomen is met de C is connectie. Luisteren naar de mensen, connecteren, connecteren van wie dat je bent als organisatie. Connecteren, luisteren. Ik denk dat ABC voor mij eigenlijk de tip is om mee te geven. Zijn maar ambitieus in wat je doet, zorg ervoor dat het in balans is met het bedrijf en het talent en connecteren. Maar voilà, ik vind dat een heel fantastische En om, uh, om deze talk mee af te sluiten. Ik wil je ook heel erg hartelijk bedanken voor al die inzichten die jullie met ons hebben gedeeld. Dank wel.